Nou ja, je ziet dat er vaker spotprenten zijn geweest in meerdere landen, ook in Nederland. En het lijkt bijna alsof er uh, een wedstrijdje is uh, afgekondigd met wie kan het hardste beledigen en wie kan uh, het hardste de moslims eigenlijk tegen de schenen schoppen. We hebben natuurlijk de spotprenten gezien in Frankrijk en we hebben ook gezien dat daar een verschrikkelijke tegenreactie op is geweest. Dat er zelfs een persoon is gedood. En dit is een tegenreactie die absoluut niet representatief is voor de moslimgemeenschap. Tegelijkertijd hoorde je heel vaak in de moslimgemeenschap: ja, we moeten hier wat mee doen. Uh, we moeten ook uh, laten zien dat dit ons pijn doet, dat dit ons kwetst. En we moeten met een tegenreactie komen uh, die wel oké okay is, die wel representatief is voor de moslimgemeenschap. Ik heb de petitie aangemaakt om 11 uur s avonds. Ik ging slapen met 3000 handtekeningen. Ik werd wakker. En we stonden op 5000. Toen dacht ik van nou, dat gaat goed. En op een gegeven moment werd het een sneeuwbal. die allemaal, allemaal groter werd. En binnen 24 uur waren we ruim over de 40.000. Um, en nu staan we zelfs iets meer dan 48 uur later staan we op de 108.000 handtekeningen. Ja, je kunt zeggen dat de boodschap van de petitie echt is binnengekomen. En dat heeft echt te maken met de positie van de profeet uh, Mohammed. bij de moslims. Uh, alles in het dagelijks leven. De aanbiddingen die, die we verrichten, maar ook de omgang met de mensen, hoe we kijken naar de wereld. Dit alles hebben wij onttrokken aan de leiding van de profeet Mohammed. En dit is dus ook binnengekomen bij de mensen. En daarom heeft het ook, heeft, hebben de spotprenten pijn gedaan bij de mensen. en kunnen zich identificeren met de boodschap van de petitie. Nou, bij een petitie werkt het zo dat als je 40.000 uh, handtekeningen hebt verzameld. dat je de petitie kunt aanbieden aan de Tweede Kamer. en dat die vervolgens uh, besproken wordt binnen de Tweede Kamer en vervolgens. Eh, wordt er naar gekeken of het nou wel een wet wordt of, ni of, of niet? In alle gevallen, of het nou een wet wordt of niet, eh, denk ik dat we succesvol zijn geweest als eh, moslims. Eh, meer dan 110.000 moslims is echt een unicum. Hè? Ik denk dat het nog niet eerder heeft plaatsgevonden in Nederland, dat we zoveel moslims hebben weten te mobiliseren. voor eenzelfde boodschap. Namelijk, wij vinden het niet oké. Okay, wij zouden graag willen dat er juridisch naar wordt gekeken. Ook natuurlijk dat dit politiek wordt bediscussieerd binnen de Tweede Kamer. En ook natuurlijk dat het maatschappelijk debat hiermee op gang wordt gebracht. Natuurlijk, we hebben een vrijheid van meningsuiting in Nederland. En het is goed dat we over alles kunnen praten en dat we over dingen kunnen discussiëren. Maar dis praten en discussiëren, bespreekbaar maken, is wat anders dan beledigen. Ik hoef niet voor je te staan en jij ook niet voor de mijne. Om vervolgens uh, jou te gaan beledigen of bespotten of woorden te gebruiken die jou krenken in hetgeen wat jou het meest dierbaar is. En dat is wel uh, wat er nu helaas gebeurt. En uh, de vrijheid van meningsuiting is natuurlijk groot goed. Maar dat wil niet zeggen dat, dat je dan maar een ander moet gaan beledigen en moet gaan kwetsen. En uh, dat dat maar zou moeten kunnen, bijzondere actie. Ik dacht, nou hij heeft heel veel volgers onder, uh, ook de moslims en degene die de petitie nog niet had gezien, die uh, krijgt hem op deze manier misschien wel onder de ogen. En misschien uh, was dat het laatste zetje in de rug om over de 100.000 heen te komen. Ja. Dat gezegd hebben moet ik wel zeggen dat ik het oneens was met uh, zijn tweet. In zijn tweet gaf hij aan dat uh, de petitie uh, 100.000 keer is ondertekend. Dit zijn dus 100.000 mensen die niet in Nederland thuis horen. Uh, ik zou zeggen, dit zijn juist 100.000 mensen die wel goed geïntegreerd zijn. Honderdduizend mensen die wel een juiste tegenreactie geven. Wat er is gebeurd in Frankrijk is niet representatief voor de moslimgemeenschap, Keuren wij af. En dit laten we ook zien op deze manier. Wij grijpen wel naar de democratische, rechtsstatelijke uh, instrumenten die er zijn. En dat hebben we denk ik allemaal laten zien. Dus ik denk juist dat het 100.000 mensen zijn die hartstikke goed geïntegreerd zijn, die hartstikke goed wel thuis horen. Laat je emoties niet uh, de vrije loop uh, gaan. Maar zorg ervoor dat je op een juiste manier, op een harmonieuze manier. op een manier die ook binnen de rechtsstaat past waarin we leven. Eh, dat je zo'n antwoord geeft. En ik denk dat als we dat hebben gedaan. dat we dan ons eh, het beste visitekaartje zijn geweest voor de profeet Mohammed. sallallahu alayhi wa sallam. En ik denk dat we ook daarmee het beste antwoord op de terroristen hebben gegeven. Een terrorist wil angst inboezemen. Terrorist wil mensen tegen elkaar opzetten. Een terrorist die wil de, de samenleving op zijn kop zetten. Ik denk dat we de beste kant van onszelf moeten laten zien. door te laten zien van luister. door te zeggen van dit doet ons pijn. Dit kwetst ons. Maar tegelijkertijd kunnen we wel op een volwassen, goede manier reageren. En ik wil ook afsluiten met een succesmoment. Zoals we begonnen zijn met succes, wil ik ook daarmee afsluiten wat er ook uitkomt. Inshallah, ik denk dat wij als moslims een succesmoment hebben bereikt. We kunnen ons verenigen, hebben we ook laten zien. Zoals binnen 48 uur. We kunnen ons verenigen. We kunnen samen onze schouders onder een project, onder een initiatief zetten. Als we dat maar willen, dat hebben we ook nu laten zien. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat wij onze eigen belangen opzij schuiven. Onze eigen ego's, onze eigen. Kleine groepjes en etiketjes. En dat we ons gaan verenigen voor de overstijgende thema's en zaken. Dat hebben we laten zien. Dat kunnen we. Dus alhamdulillah. Ik ben er heel erg blij mee. In alle gevallen is het een succes. Ja. Heb ik toch een tip voor jullie? <laughs> Maak een petitie. <laughs> nee. Ik denk dat het echt mogelijk is om, 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 om ons te verenigen. Niet alleen maar voor de 50.000 leden. Maar ook voor de 100.000 leden. En voor de 200.000 en meer. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we in staat zijn om... Alles opzij te schuiven voor de grensoverstijgende zaken. En ik denk dat het aan de islamomroep is om te laten zien wat hun toegevoegde waarde is, hoe grensoverstijgend ze eigenlijk zijn. En ik denk dat het aan de moslimgemeenschap is om uh, dat eigenlijk uh, te proberen in te zien en om zich daarachter te gaan scharen. En uh, ik denk dat als het op een goede manier gebracht wordt, uh, dat het echt mogelijk is om, om, dat, uh, om dat te bereiken.